Deze keer ben ik bij het Budocentrum Pancrezen, waar alle gevechtsporten worden gegeven. Ik volg Tom Haring, de coach en zijn boys. We hebben 2 oktober, Menno moet zijn titel verdedigen. Yassin vecht. Een week daarna Marrakesh, Tariq. Heel belangrijk, in Marokko. Dan hebben we dat toernooi met Amir en een hoop andere jongens. Dus we moeten nu scherp zijn. Dit wordt een scherpe training vandaag. Oké? Voor de Dutchie, Rich Ray. Oké, lopen, senpais. Een van de belangrijkste facetten vind ik van het coach zijn is natuurlijk je kunde, van je technieken, de discipline die heel belangrijk is natuurlijk, het motiveren van een coach en dat algeheel het met de jongen één proberen te worden, dat je een bepaald doel nastreeft. Ja, inleiden, zorg dat je een beetje scherp bent. Goede stoot, goede strafcombinatie. Pancrazien is een oude Griekse vechtsport. Dat waren vroeger de gladiatoren in de ring die het meest allround waren. Er waren geen regels. Die jongens die deden een vorm van boksen, wat ze in die tijd dan konden. Het worstelen, judo, kracht erbij. Ja, lezen! Meteen, met knieën. Kom op, draai erin. Jij, knie op de zak. Hou hem zo. Ja. Deze mix is ook het chakuriki, de stijl die ik dus geef. En dat is eigenlijk in het hele leven. He? Maar wel met regels. En het is zo dat je moet proberen de sterke te verslaan en de zwakke te helpen. En dat is een doelstelling van ons. Ja, draaien. Kom op. Push. Hij staat bekend om zijn leven stoten. Dat kan jij niet leren, jongen. Kom op. Dat kan je. Staal. Pas. Ben jij streng? Ja. Hebben ze dat ook nodig? Ja, kijk, het is een vechtsport. En ik vind een vechtsport, daar staat natuurlijk volop de discipline. Heel belangrijk is dat ze het niet zich misdragen, dat er niet op straat wordt geknokt. En ik vind een vorm daarvan, het chakuriki is een eigen stijl wat ik toen ontwikkeld heb, is juist de vorm van harde disciplines. Waaronder het respect. Je hebt de harde en de zachte kant. In de samenleving, met normaal zijn, is de zachte, de correcte kant. Ja. En in de ring en de dojo is het de keiharde kant. Dan moet het ook verschrikkelijk hard zijn, ja. Want daarvoor is de vechtsport. Je ene hand hoog. Lichaam langs je lichaam, weet niet eigenlijk. Maar zijn het dan eigenlijk ook een beetje zonen van je? Of heb je die relatie ook met ze? Ja, dat kan je wel stellen. Ik denk dat het best aan hun kan vragen hoe ze de relatie vinden. Ja. Maar je bent wel met ze begaan natuurlijk. Ja. Want ja, je hebt ze gezien van Krummeltje op school en de problemen die ze wel eens hebben. En daar komen ze toch wel bij om met je te praten, inderdaad. En hoe ver ben jij als coach ook een opvoeder? Nou, ik denk wel dat je een ontzettende voorbeeldfunctie hebt, inderdaad. Want ze kijken toch hoe jij het doet, hoe je bent. En, ja, je weet met sport, je brengt ze respect bij, discipline. Ik vind wel dat het heel belangrijk is als coach dat je een soort voorbeeldfunctie vader van goed bent. Ja. Goed, blijf gaan door nou! Push jezelf. Nog even, jongen. Dan sta je in Marrakesh te vechten. Ik woon pas 4 jaar in Nederland. Dat is eerst mijn sportschool. Ik hou van mijn sportschool. Ik hou van mijn trainer. Dat is mijn vader van. Hij weet alles van mij. Hij weet hoe ik vecht. Hoe ik mijn scherm. En ik wil iets zeggen. Ik sta tegen iedereen. Ik ben bang voor niemand. Hoes. Hé hey jongens, jullie zijn al 8 jaar of 8 samen aan het trainen op deze school. Ja. Is Tom eigenlijk dan een soort van vader voor jullie geworden? Zeker, en ook tegelijk misschien een van je beste vrienden. Zoals er iets is met trainen, of, dan merkt hij het gelijk. Hij ziet gelijk aan je hoe je traint. Of je problemen hebt, noem maar op. En na de les moet hij bij zich en dan praat hij met je wat er aan de hand is. In hoeverre coach hij je nou naar de laatste momenten toe? Ja, ik denk wel dat het allerbelangrijkste is van de wedstrijd. Ik denk dat zeker minimaal de helft van je wedstrijd
afhankelijk is van de coach die je in je hoek hebt. En dat je, ja, de eerste ronde sta je soms, kan je soms achter staan en dan heeft Tom goed gekeken wat de zwakke punten van je tegenstanders zijn. Stelt je wat in de ronde en in de tweede ronde kan je de wedstrijd totaal omdraaien en naar je hand toe zetten. Ja. Ik denk dat dat zeker even belangrijk is als de training zelf. Snelheid. Hetza. Zo, kom op. Daar lopen. Het is net begonnen die partij, dus dat duurt nog wel even. Of er moet een klein beetje komen. Jij bent er rijp voor. Ja? En je zag net die trappen, jongen, echt. Ik sta er versteld van hoe goed je nu trapt en stoot. Menno, dat heb je nog nooit gehad. Je groeit nog steeds. En de anderen blijven staan. Die hebben een niveau, die gaan niet beter. Maar die partij duurt niet zo lang, denk ik. Ik ga er nog heen, Dave, kom maar. Ja. Ja. Nou, hier even rustig blijven hier. Ja, even staan. Oké, laai op hè nou hè. Oh, de mensen. De huidige titelhouder. Menno Dijkstra. Ja, kom op! Ik ga hier erop, hier. Ik heb nog geen beetje. Nee, heb ik hier. Heb ik. Rustig. Rustig, ik denk voor je, dat weet je. Ja, knop. Zit hij goed? Je geeft die titel niet uit handen, oké? Okay? Kom op dan! Leg je titel aan! Eerste ronde. Nee, 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 nee. Hey! Ook op den hoofd. Men op den hoofd ook is. Die zet er goed op. Die standbeen. Andere been, heel goed. Shiften. Hey. Netjes, je controleert het nu. Ga door, Menno. Hij krijgt al last van die benen. Goed. Ja. Ga door, nu. Nu. Ga door, Menno. Menno is een lief Amstelveens jongetje, die moet ik een klein beetje de straatmentaliteit soms bijbrengen. Die moet iets gemener worden. Maar je hebt ook jongens, die moet je eerder afremmen. Die zijn al van nature erg, dat je ze juist een beetje beheerst moet laten vechten. Menno moet ik echt oppeppen. Heel goed. Kijk eens, hij is al stuk. Luister, je moet niet zo voorzichtig vechten. Dat is je makkelijkste tegenstander tot nu toe. Probeer hem eens een keer. Als jij hem inleidt, kijk met links. Ga even op de rechts. Op je op zijn benen weer, man. Keurig. Hey! En die rechtse van je been. Terug op de Menno. Snel heen. Zo ja. Afvast. Menno. Doordraai. Doordraai. Menno, kom op nou. Een beetje hard nou. Hey! Nu gaan. Afvallen nou, die partij! Hey! Nog een keer die benen aan, met een keihard! Hey! Kijk, hij is helemaal stuk, man! Stuk, man! Nu jij! Nu! Nou! Dory! Hey! Ja, kom op! Hey! Hey! Hij is stuk! Hey! Hey! Ben er nog een keer! Ga door! Juist! Oh ja. Hey, goed. Kom op. Ja. Hey. Naar voren nou. Ja, ga door dan. Hey. 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 Ja. Kom maar nou. Ga door. Ga door Menno. Linkshoek. Linkshoek. Nu. Hey! Wat voor een domme! Oké, jongens. Te gek. Oké, groeten aan het publiek. Nee.
Maar je hebt gewoon gewonnen. Pion! Heel goed, jongen. Je hebt goed gevochten. Je luistert goed. Alleen ietsje eerder die Urk in, hè? Ik heb één keer die stip in zijn gezicht. Ja, maar die ene die je gaf was vol. Ik heb één opstuk op mijn neus. Ja, maar toen bleef je te stilstaan. Maar je zag dat je wel ontzag had soms. Had jouw Adeline spuit ook rond, heeft ja, misschien ook wel eens te veel, weet je wel. Maar je bent zo met die jongen begaan dat... Ja, je staat zelf in de ring te vechten. En dat heb ik elke keer weer. Dus eigenlijk, ik win heel veel in mijn leven. En als je eens een keer verliest, verlies je ook in je leven. En hoeveel invloed heb jij nog tijdens het gevecht? Nou, ik zie jou dan Ja, je kan dat toch het beste aan hun vragen. Ja. Maar ik denk dat ze het belangrijk vinden. Want ze merken dat ook. Vaak hoor je daarnaast, ja, je trok me er toch doorheen, sensei. Maar kijk, hier deden we het voor. Ja. He? Hier is hij voor. Nou, dat is te gek. Oké, jongen. Eindelijk. Nee, wil je nou voorlopig niet meer zien?